things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think that. Oké, nou, goedenavond allemaal. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Tweede avond. In de kader van het thema God is onschuldig en de meeste dingen waar religie hem voor verantwoordelijk houdt. En ik ben de vorige keer begonnen met duidelijk maken hoezeer de gnostiek, oftewel de Griekse filosofie, ingang heeft gevonden in het christelijke denken. En toen heb ik dat meer uitgewerkt naar de zin van, ja, gaat het nu om of je in de hemel komt? Of gaat het om de wedergeboorte? Gaat het om dat je een nieuwe schepping bent? Dat je opnieuw geschapen wordt in beeld en gelijkenis van God zijnde. En als zodanig een bestemming hebt om te gaan heersen over deze aarde. Samen met Jezus. In zijn beeld en zijn gelijkenis. Een ander punt, en dat is meer de kern van dit boek, is het vraagstuk. Hoe gaat God met ons om? En dan is het grote vraagstuk, gaat God met ons om door middel van het sturen van omstandigheden? Oftewel, wordt ons leven bepaald door omstandigheden die door God bepaald en door God gestuurd worden, ja of nee? En om te begrijpen wat de gnostieke of occulte denkwijze erachter is, gaan we eerst eventjes naar Genesis 2. In Genesis 2 hebben we het verhaal van hoe de mens precies geschapen is. En daar wordt dus ook over gesproken als Genesis 2 vers 9. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Onderwerp van de hele avond alleen, wat is precies de bovenkennis van goed en kwaad. Maar dan gaan we even naar vers 16. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ja, dat is de grote waarschuwing die God geeft. En dan hebben we Genesis 3, het verhaal van de zondeval. Dan, nou, laten we maar even vanaf vers 1 lezen. Genesis 3, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, dus van die boom, van de kennis van goed en kwaad, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. En dus typisch dat de slang zegt, hoe word je als God? Je wordt als God door te eten, door de kennis van goed en kwaad. Nou is het woord kennen, wat hier gebruikt wordt, ik kan het in het Hebreeuws niet uitspreken. Ik heb het geprobeerd, maar ik laat deze pogingen voor de camera even achterwege. Maar het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt van kennen, dat is geen woord dat gaat over informatie. Het is geen, ze worden geïnformeerd over goed en kwaad. Het woord kennen is exact hetzelfde kennen, wat ook vertaald wordt met Adam kende zijn vrouw en zij werd zwanger. Dus je hebt datzelfde woord kennen, gaat dus over een intimiteit ermee hebben, die anderen niet hebben. Als je je vrouw kent en je vrouw wordt zwanger, heb je een intimiteit met je vrouw die anderen niet hebben, als het goed is. Moet je in deze wereld erbij zetten. Maar, dus het gaat over een intieme relatie ermee hebben. Dus het kennen van goed en kwaad is meer als alleen maar informatie erover hebben. Het is er werkelijk vertrouwd mee raken, of er kennis mee hebben, of het ervaren. Het gaat meer om een kennis die gaat uit ervaring, dan een kennis die uit informatie gaat. Dat is het woord wat er eigenlijk staat. Nou, in de New Age wereld en in het occultisme en in het Griekse denken heerst de filosofie. Hoe word je verlicht? Hoe word je voor eeuwig? Hoe kom je voor eeuwig in de geestelijke wereld? Dat word je door allerlei ervaringen van goed en kwaad mee te maken in je leven. Oftewel, de dingen die je meemaakt, de dingen die goed zijn, de dingen die kwaad zijn, die je meemaakt, die hebben allemaal een nut, die hebben een doel. En dat doel is om jouw ziel te zuiveren. Door die ervaringen wordt je ziel gezuiverd, wordt je ziel hoger ontwikkeld. Totdat je ziel op een gegeven moment zo hoog ontwikkeld raakt, dat je ziel geschikt is om voor eeuwig in het geestelijk te blijven. Nou, het meest optimaal komt dat tot uitdrukking in de leer van reïncarnatie en karma, zoals we dat in het hindoeïsme en in het boeddhisme kennen. De leer van karma. Karma betekent, nou, je hebt allerlei dingen gedaan, je hebt andere mensen kwaad aangedaan en door nu zelf dat kwaad te ondergaan, daardoor wordt als het ware de rekening vereffend. Even heel kort door de bocht uitleggen wat karma precies is. En daardoor word je dus verlost van het kwade wat je gedaan hebt. En naarmate je dus, en dat lukt allemaal niet in één leven, dus je komt iedere keer weer terug in een volgend leven, in een volgend leven, in een volgend leven. En iedere keer reïncarneer je in een hogere vorm. Ja, als je het helemaal goed doet, word je uiteindelijk zelfs als man in deze wereld geïncarneerd. Ja, je lacht erom, maar dat is werkelijk hoe daar gedacht wordt. En dan heb je nog man in lagere kasten, maar uiteindelijk word je als Brahmaan geïncarneerd. En dan, dat is de laatste fase. En als je daar je karma hebt ingelost, dan incarneer je niet meer. Dan ben je verlost van de materie, dan ben je verlost van deze aarde. Dan is je ziel zo gezuiverd door de ervaring van goed en kwaad, dat die ziel niet meer incarneert, maar voor eeuwig in de geestelijke wereld blijft. Nou, dat is dus precies de leer die de slang hier tegen Eva zegt. Dat is in feite wat, hier heb je al de leer van reïncarnatie en karma in een notendop als kern van de zondeval. Nou, zeg ik al, in het meest uitgewerkte vorm vind je het terug in het hindoeïsme en in het boeddhisme. Maar in feite komt het hele denken uit de Griekse filosofie, uit de Griekse leer. En in min of meer afgeslampte, afgezwakte vorm vind je dat terug in het algemene denken van de wereld. En het algemene denken van de wereld is: jij bent wie je bent door je omstandigheden. Dus het zijn de omstandigheden die jou vormen en die jou maken tot wie jij bent. Dus alles wat je bent, wat je hebt, wat je kan, wordt verklaard uit omstandigheden die buiten jou zijn. Iemand die de fout ingaat in zijn leven, ja, die heeft een slechte jeugd gehad en zo. En niet de aandacht en de zorg van zijn ouders gehad die hij had moeten hebben. En als iemand terroristische aanslag pleegt, nou, dan is het gelijk het verhaal in de wereld van ja, kansarm en gediscrimineerd en krijg geen mogelijkheden in deze maatschappij en zo komen. En dat moeten we zien te voorkomen, om mensen te voorkomen dat mensen terrorist worden. Nou, de gemiddelde terrorist, in ieder geval degenen die de leidingen hebben, die zijn bepaald niet kansarm. De meeste ervan zijn stinkend rijk, zijn multimiljonair. Hebben hoge opleiding en hogescholen, dus de hele theorie gaat gewoon totaal niet op in de realiteit. Maar als je ziet hoe er in de televisie over gesproken wordt, gaat het altijd over de omstandigheden. Welke omstandigheden hebben die persoon ertoe gebracht om dit te doen? Nou, die verklaring voor waarom iets doet, vind je dus nooit terug in de Bijbel. Je vindt in de Bijbel nooit terug dat iemands gedrag en iemands keuzes verklaard worden door de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Dus God heeft, als Abel een offer brengt aan God, en God is blij met het offer van Abel, en vervolgens brengt Kaïn een offer, en God is helemaal niet blij met het offer van Kaïn, dan spreekt God Kaïn aan op zijn houding, op zijn gedrag. En er zit geen greintje in van, ja Kaïn, je hebt ook een moeilijke jeugd gehad en zo. En je vader en je moeder hadden niet voldoende aandacht voor je. En dus ja, ik begrijp dat je zo bent. Nee, Kaïn wordt rechtstreeks verantwoordelijk gehouden voor zijn houding, voor hoe hij zich opstelt. God spreekt hem letterlijk aan op zijn houding en zegt, waarom kijk je zo, waarom gedraag je je zo, kijk uit. En als je daarmee doorgaat, dan ligt de zonde op de loer en die gaat je te pakken nemen. En gaat ieder figuur in de Bijbel maar na. In de Bijbel zie je nooit dat iemands houding, iemands gedrag verklaard wordt vanuit zijn omstandigheden. Maar de hele wereld denkt zo. De hele wereld denkt, ja, als je bepaalde problemen hebt, dan moeten we kijken hoe is dat gekomen, welke invloeden, welke omstandigheden hebben dat tot stand gebracht. En omstandigheden kan een enorme scala van dingen zijn, het kunnen je genen zijn, je cultuur, je opvoeding, je weet ik veel wat allemaal. Maar altijd wordt er daarnaar gekeken, dat is totaal niet wat de Bijbel doet. In de Bijbel vind je dat dus niet terug. Maar in een bepaalde vorm, in het christendom, is diezelfde denkwijze binnengekomen in die zin dat men vrij algemeen overtuigd is van het idee dat God allerlei dingen in jouw leven toelaat om jou te vormen. Dus dat is eigenlijk dezelfde filosofie dat jij gevormd wordt door de dingen die je meemaakt, door de dingen die je ervaart. Waarvan God eigenlijk gezegd heeft, eet niet van die boom van kennis van goed en kwaad, want op de dag dat je dat doet, op die dag zul je sterven. Dus God zegt niet van, dat is mijn manier van werken. Maar toch is het een algemene overtuiging dat als er dingen gebeuren in je leven, dan komen de grote vragen, waarom toch God? Waarom heeft u het toegelaten? Waarom gebeurt mij dit? Waarom overkomt mij dat? Het is altijd heel typisch dat die waarom-vragen altijd komen bij grote ongelukken en grote tragedies en grote moeilijkheden. Maar niemand de ander vraagt andersom, zegt waarom, hoe komt het toch God dat u toegelaten heeft dat ik zo gezegend ben? Dat ik zo voorzien ben van alles wat ik nodig heb. Hoe komt het toch God, hoe kan het toch God dat u dat toegelaten heeft, dat ik zo voorspoedig ben en dat ik zo gezond ben en dergelijke. Op de een of andere manier worden die vragen nooit gesteld. Oftewel, het is altijd wanneer er een probleem is, wanneer er een onoverkomelijk probleem is, dan wordt er naar God gekeken. God, waarom heeft u het toegestaan? Waarom heeft u het toegelaten? En dat is een filosofie die denkt dat God zo werkt. Dat God werkt door middel van omstandigheden die hij al of niet toelaat, of veroorzaakt, of stuurt, of weet ik veel wat allemaal wat hij daarmee doet. Waarmee God verantwoordelijk wordt gemaakt voor al die nare dingen. Stel je voor dat Ajax door was gegaan naar de Champions League finale en dergelijke. En die had gewonnen. Dus niemand zegt van, God, waarom heeft hij toegestaan dat... Ik gebruik een beetje een grappig voorbeeld. Maar begrijp je van, dat uit de waarom-vraag, van waarom laat God deze dingen toe... Daaruit blijkt dat mensen een bepaald beeld hebben van over hoe God werkt. En hoe God functioneert. En dat is, uiteindelijk is dat een beeld uit de Griekse filosofie. Het is een beeld uit de Griekse godenwereld. Griekse goden, ik heb ook een paar jaar gymnasium gehad en zo. En dan krijg je ook Grieks. En dan krijg je Griekse mythologie en Griekse boeken die je moet lezen. Griekse goden, dat zijn goden die kunnen doen wat ze willen. wanneer ze het willen en hoe ze het willen. Er zit geen enkele limiet aan hun manier van optreden. En men heeft een algemeen beeld over God. Als God een God is, dan kan God doen wat hij wil, wanneer hij het wil en hoe hij het wil. En als je dat beeld van God hebt, als je dat godsbeeld hebt, ja, dan heb je natuurlijk altijd de vraag van de God die er iets aan had kunnen doen, waarom heeft hij niks gedaan? En religie heeft dan altijd de verklaring, God zal er wel een bedoeling mee hebben. Wij begrijpen hem niet, wij zijn zo'n ondergrondelijke wijsheid. Wie kan de ondergrondelijke wijsheid van God begrijpen? Straks, als we in de hemel zijn, dan zullen we er wel achter komen waar het allemaal goed voor geweest is. Dat is in feite dezelfde filosofie, dat God allerlei dingen toelaat. En dat jij door die dingen te ervaren op de een of andere manier geslepen, gezuiverd wordt om geschikt gemaakt te worden voor de eeuwigheid. Maar dat is in kern, is dat wat de slang beweert. En het is niet wat de Bijbel beweert. Onze God, die hemel en aarde geschapen heeft, is een rechtvaardige God. Dat wil zeggen dat als hij werkt volgens principes. Hij heeft gewoon principes. En hij wijkt niet af van zijn principes. Hij doet niet op het ene moment van, oh ja, laat ik het maar zo doen, oh ja, laat ik het maar zus doen, laat ik het maar zo doen. Nee, onze God is een God van principes. Als hij iets gesproken heeft, neemt hij dat niet terug. God zal zijn, gewoon vanwege de eigenschap dat hij God is, kan hij zijn woord niet breken. Op het moment dat hij zijn eigen woord zou breken, zou het hele universum in het niets uit elkaar spatten. In de Hebreeënbrief lezen we dat de hele schepping wordt bijeengehouden door het woord van God. Dat de dingen bij elkaar blijven, dat de dingen in stand houden, is door het woord van God. Als je een beetje natuurkunde hebt gehad en zo, dan weet je dat positieve en negatieve ladingen, die trekken elkaar aan. En twee positieve ladingen of twee negatieve, die stoten elkaar af. Nou, als je alleen dan een atoomkern bekijkt, dan zit de kern van de atoom, die zit vol met positieve ladingen. En die zitten ongelooflijk vast tegen elkaar aangepropt en op elkaar aangedrukt. Als je relatief gaat kijken, dan zijn de elektronen, de negatieve lading eromheen, die zijn kilometers ver verwijderd van die. Volgens alle wetten van de natuurkunde zou die atoomkern uit elkaar moeten spatten. Hij spat niet uit elkaar. Niemand begrijpt werkelijk hoe dat kan. Behalve de Bijbel. Die zegt, alle dingen worden bijeengehouden door het woord van God. Als het woord van God ook maar één kerntje, één flintertje van onwaarheid, van twijfel, van onzekerheid, van tegenspraak in zich zou hebben, zou het fundament uit het bestaan van alle dingen zou gewoon uit elkaar spatten. Het zou er gewoon niet zijn. Dus gewoon alleen al uit de aard van wie God is, kan God zijn woord niet breken. Dat betekent dat God niet maar willekeurig kan doen wat hij wil, wanneer hij het wil en hoe hij het wil, omdat hij aan zijn eigen woord gebonden is. Er is zelfs een tekst die zegt dat God zijn woord verheven heeft boven zichzelf. Ik weet hem eventjes niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat hij ergens in een van de psalmen stond. Maar God breekt zijn woord dus niet. Dus op het moment dat God tegen de mens heeft gezegd, heers over de vissen, heers over de dieren, heers over geheel de aarde, is er een bevel en een opdracht van God uitgegaan dat hij niet terugneemt. Op het moment dat hij het terug zou nemen, zou het woord van God, ja, onzeker zijn. Het woord van God zou onbetrouwbaar zijn, het zou wankelen, de hele schepping zou in elkaar storten. Dus op het moment dat God dat zegt, geeft hij een autoriteit en een gezag aan de mens. En daarmee ook een verantwoordelijkheid. Dat betekent dat op een bepaalde manier God zichzelf door zijn eigen principe zich op een bepaalde manier buitenspel zet. Nou heeft God het zo gemaakt, heeft zo gedaan, zit het eigenlijk zo in elkaar dat God zich dus afhankelijk heeft gemaakt voor de dingen die op aarde gebeuren, van of de mens met hem meewerkt of niet. Nou, God had het anders in elkaar kunnen zetten, maar dat heeft hij niet gewild. Als het gaat over zijn soevereiniteit, dan bepaalt zijn soevereiniteit. Als ik het zo op deze manier in elkaar zit, als ik jouw mens die verantwoordelijkheid geef, dan neem ik hem ook niet terug. Hetzelfde als dat de grote winkelketen franchise ondernemingen maakt. Bij de McDonald's, dan ben jij de eigenaar van een plaatselijke McDonald's en je gebruikt de naam en je vertegenwoordigt een bedrijf, maar je bent zelf totaal verantwoordelijk voor de gang van zaken, voor het personeel wat je aanneemt en hoe je het aanstuurt en hoe je die dingen doet. Er staat ook een beloning voor tegenover. Maar jij bent verantwoordelijk. Je kan niet als bedrijf dan op een gegeven moment die bedrijfsleider gaan zeggen van ja, maar je moet het zus doen, je moet het dan doen. Nee, dat gaat niet. Want je hebt die persoon het gezag gegeven over die locatie. Nou, dat is wat de Bijbel zegt, dat is wat God aan de mens gegeven heeft. Dacht even uit mijn hoofd, Psalm 115 vers 19 of zo, van de hemel is van de Heere God, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Dus als er staat op de zevende dag, rustte God van zijn werken, want alles wat hij gemaakt had was voltooid. Dat komt ogenblikkelijk nadat de mens geschapen is. Psalm 115 vers 19. 115 vers 16. Nou, ja, 16. Gaat het bijna goed. Ja. Vorige keer weet ik meer helemaal uit mijn hoofd. Hij rust op de zevende dag. En er staat nergens in de Bijbel. En op dag 8 heeft hij zijn grote lunchtrommeltje gepakt. En hij is weer aan het werk gegaan. Toch zie je de hele Bijbel door overal dat God werkt. Nou, hoe werkt het dan? In Amos staat ergens een tekst waar staat: God doet niets tenzij hij het zijn profeten openbaart. Oftewel, God heeft zich afhankelijk gemaakt van mensen om op de wereld, op de aarde iets te kunnen doen. Dus hij heeft zich afhankelijk gemaakt van mensen die met hem, met zijn visie, met zijn woord, met zijn dingen mee willen gaan werken. Die een relatie met God opbouwen en zich door God laten vertellen wat wel en wat niet. En dat geldt voor alle grote, ook de grote rampen die je in de Bijbel kan lezen. Ik denk, ja, maar op een gegeven moment heeft God toch die zondvloed gestuurd. Er zal toch niemand om die zondvloed gevraagd hebben en dergelijke. Nou, in de Bijbel lees je over twee personen, namelijk over Henoch en over Noach. Noach wordt de prediker van de gerechtigheid genoemd. En ook Henoch, als je de brief van Judas leest, heeft gepredikt over het oordeel van God, over de rechtvaardigheid van God en dat God dingen zou oordelen. Nou, dat betekent dus, God heeft het zijn profeten, Henoch en Noach, geopenbaard. En deze mensen hebben namens, want wat is een profeet? Een profeet is iemand die hoort van God en spreekt uit wat hij gehoord heeft. Maar iemand die van God hoort en niks zegt, is geen profeet. En iemand die van alles zegt, maar hij heeft niet van God gehoord, is een valse profeet. Dus een goede profeet hoort van God en spreekt uit wat hij van God gehoord heeft. Nou, deze jongens hebben wel degelijk van God gehoord het oordeel wat over de, en ze hebben dat uitgesproken. Als je het hebt over de vernietiging van Sodom en Gomorra, hè, dan zie je dat er 3 personen komen naar Abraham toe en die gaan met Abraham in gesprek en die zeggen, ja, we hebben gehoord van de verschrikkelijke dingen die daar in Sodom plaatsvinden. Dan denk je, ja, maar God is toch alwetend? En we gaan kijken of het zo is. Hoe kan dat nou? God is toch almachtig overal en alwetend en dergelijke. Nou, het is even de vraag of het zo functioneert allemaal. Maar in Sodom was 1 bepaald persoon aanwezig, namelijk Lot, die de Bijbel noemt de rechtvaardige Lot, die zijn ziel dag en nacht gekweld heeft met waardineren. Deze man heeft tot God geschreeuwd en geroepen vanwege het onrecht wat in Sodom gebeurde. En heeft God gevraagd om er wat aan te doen. Nou, daarmee geeft hij God het recht om het te doen. Dus wij mensen, de dingen zitten zo in elkaar dat wij mensen, wij kunnen God het recht geven om iets te doen. En we kunnen God ook belemmeren en verhinderen om iets te doen. Staat letterlijk ook in de Bijbel, in een van de psalmen. Staat dat de Israëlieten belemmerden de Heilige Geest. Zij verhinderden de Heilige Geest om te doen wat hij wilde doen. Neem het voorbeeld van Israël dat naar het beloofde land geleid wordt. De eerste opzet van God was om hen eigenlijk binnen 40 dagen het beloofde land uit Egypte te leiden. En binnen 40 dagen het beloofde land binnen te brengen. En God gaf een opdracht om dat land in te gaan, in dat land binnen te gaan. Nou, ze gingen eerst de verspieders sturen en die verspieders die kwamen terug met een rapport. En 10 hadden een negatief rapport en zeiden van nou, dat kan helemaal niet, onmogelijk. Verslagen onmogelijk. Met als gevolg dat ze uiteindelijk 40 jaar in de wildernis hebben gezworven. Niet omdat dat Gods wil was, niet omdat het Gods plan was, maar omdat zij door hun ongeloof God verhinderde om te doen wat hij had willen doen. Als je leest over Saul en over David, dan lees je ook over Saul dat er over gesproken wordt. God had Saul uitgekozen om koning te zijn over Israël. Op een gegeven moment gaat Saul een aantal keren de fout in. En dan moet Samuel op een gegeven moment tegen Saul zeggen van als je dat nou niet gedaan had, dan had God jouw koningschap voor eeuwig bevestigd. Oftewel, dan hadden we gesproken over de belofte aan Saul. En nu spreken we over de belofte aan David. Waarom? Omdat Saul door zijn opstelling, door zijn gedrag, God verhinderde om te doen wat hij wilde doen. En God een ander mens ging zoeken, wie zijn hart wel op God gericht was. Want Saul zijn hart was voortdurend gericht op de omstandigheden. En hij zocht zich een andere man uit, David, om dan door David heen te doen wat hij wilde doen. Wat uiteindelijk ertoe leidde om Jezus, de Messias, op aarde te brengen. Je ziet voortdurend het principe dat God zich afhankelijk heeft gemaakt van mensen om te doen wat hij wil doen. Dat betekent dat als het gaat van met de grote vraag, waarom toch God? Dat je als het ware, als je God uit de hemel zou kunnen horen, dat God roept van, waarom toch mens? Dat wij zijn degene die verantwoordelijk zijn, die bepalen of God iets kan doen op deze aarde, ja of nee. Wij zijn degene die dat wel of niet mogelijk maken. Dat was ook de ultieme reden waarom Jezus, waarom het woord van God mens moest worden. Want God had in zijn woord gezegd, ik heb de aarde aan de mensen gegeven. Nou, omdat Jezus als unieke persoon volledig God en volledig mens werd, kon Jezus op een gegeven moment zeggen, mij is gegeven alle macht op de hemel en op de aarde. Want als God zijnde had hij alle macht in de hemel en als mens zijnde kon hij alle gezag op aarde hebben. Nou is de duivel op precies dezelfde wijze compleet en totaal afhankelijk van mensen die met hem meewerken. Ook de duivel, boze geesten, en geloof me, ik heb ervaring met boze geesten in mijn tijd als een medium en als een cult persoon. Ik heb ze door me heen laten werken en door me heen laten spreken. Boze geesten kunnen ook in wezen niks, tenzij ze een mens vinden die met ze meewerkt. Helaas vindt hij ze erg gemakkelijk. Dat is gewoon het probleem van deze aarde. Maar als je met al die dingen die gebeuren voortdurend tot God, van waar God, waarom bent u degene, waarom heeft u dit toegelaten, schuif je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt op de naam van God. En dat is gewoon niet eerlijk. Dat is niet hoe God de zaken in elkaar stelt. God heeft de mens de mogelijkheid gegeven om met hem mee te werken of tegen hem in te werken. En dat is ook de reden waarom er uiteindelijk een laatste oordeel zal zijn. Want de mensen zullen verantwoording moeten afleggen voor de keuze die ze daarin gemaakt hebben. Want als God een God is die alles maar naar eigen willekeur en eigen inzicht stuurt, als God degene is die alles bepaalt, een hele simpele vraag. Als jij zondigt, is dat nou Gods wil? Wie denkt dat als hij zondigt dat dat Gods wil is? Ik zie geen handen omhoog gaan. Oké, als het dus niet Gods wil is als jij zondigt, waarom denk je dan dat het Gods wil zou zijn als andere mensen zondigen? Als we de hoeveelheid die er afgezondigd wordt per dag zouden kunnen meten, hoeveel wordt er op deze aardbol gezondigd? Dat is gewoon gigantisch. Dus ik kan nooit volhouden dat alles wat er gebeurt, Gods wil is. Er gebeurt dus zoveel wat helemaal totaal niet Gods wil is. Maar in religie heeft men de absolute soevereiniteit van God op zo'n manier extreem gemaakt dat men uiteindelijk zegt van nou ja, alles, er gebeurt niks tenzij God het wil. Dus alles wat er gebeurt is de wil van God. Ja, wie zijn wij om ons te verzetten tegen de wil van God? Ik zelf denk, acht mezelf vrij kansloos. Als het gaat om een wedstrijdje van wie is de sterkste, dan weet ik al, ik begin er niet eens aan. Jacob was de laatste die het nog geprobeerd heeft met een worstelpartijtje. Nou, het heeft hem de naam Israël opgeleverd en de rest van zijn leven mank lopen. Maar dat is alleen maar te danken aan de goedheid van God dat hij het overleefd heeft, denk ik. Maar er gebeurt dus zoveel in deze wereld wat helemaal niet Gods wil is. En dat met name als er rampen gebeuren, als er hele erge dingen gebeuren, gaat men op zoek. Waarom heeft God het toegelaten? Waarom heeft God er niks aan gedaan? Nee, de oorzaak ligt heel vaak ergens anders. Die kan bij onszelf liggen. Die kan bij andere mensen liggen. Die kunnen ook gewoon, weet je, deze wereld is vanaf de zondeval een gebroken wereld. Er gaan hier dingen kapot. Er gaan dingen stuk. Er gaan dingen niet zoals ze zouden moeten gaan. Dat is gewoon realiteit sinds de zondeval. En waarom is dat realiteit sinds de zondeval? Dat is namelijk omdat het hoofd van de schepping, Adam, gevallen is. Ik ga eventjes dat toelichten aan de hand van de Bijbel in Romeinen 8. Lezen we eventjes vanaf vers 19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is, en even mijn herziene statenvertaling die dit zo formuleert, zijn andere vertalingen die dit ietsje beter doen soms. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dus hier zien we dat dus, en dan wat is die zinloosheid? Vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Concreet uitgelegd, de hele schepping is dus aan vergankelijkheid onderworpen. Het woord verderf wat hier staat, als dingen bederven. Als je iets hebt in de koelkast wat bedorven is, dan is het zo ver uit vergaan en uit elkaar gevallen dat het gewoon niet meer voor consumptie geschikt is. Dus dit spreekt over dat heel de schepping is onderworpen aan dat er dingen stuk gaan, dat er dingen verslijten, dat er dingen kapot gaan, dat er dingen uit elkaar vallen. En niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Nou is het heel belangrijk om vast te stellen om welke hem gaat dat. Mensen die denken in de absolute soevereiniteit van God, lezen deze tekst en zeggen: God heeft als straf de hele schepping aan vergankelijkheid onderworpen. Maar waarom staat er dan het vers daarvoor? Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Oftewel, de schepping wacht op de kinderen van God om verlost te worden van die vergankelijkheid. De schepping wacht niet op God om verlost te worden van de vergankelijkheid. Dus wie is er verantwoordelijk? Niet God, maar de al of niet kinderen van God zijn. Nou, als we gaan kijken naar de omwille van hem, gaan we terug naar Genesis 3. Over welke hem gaat het? Genesis 3 vers 17, en tegen Adam zei: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Nou, welke hem gaat het dus om? Wie is de hem? Omwille van Adam. Dus de hem waar het over gaat in Romeinen 8 is Adam. Oftewel het hoofd van de schepping. En God zegt niet van, omdat jij dat gedaan hebt, heb ik de aardbodem vervloekt. Dat is niet wat God zegt. God heeft ook zelfs niet tegen Adam en Eva gezegd van, als jullie van die vrucht eten, zal ik je doden. Dat heeft hij ook niet gezegd. Hij zegt, als je daarvan eet, zal jij sterven. Oftewel, jij haalt de dood naar binnen. Jij haalt zelf de sterfelijkheid, de vergankelijkheid, haal jij naar binnen als je dat doet. En die vergankelijkheid is dus niet een straf van God. Nee, het is het gevolg. Het automatische gevolg dat het hoofd van de schepping die kennis van goed en kwaad, die ervaring met goed en kwaad tot zichzelf nam. En God heeft hem gewoon gewaarschuwd, doe dat niet. En vanwege de slang deed hij het toch. Als je Romeinen 5 vers 12 leest, dan lees je van dat door één mens de dood in de wereld is gekomen. En vanaf die tijd de dood tot alle mensen gekomen is. Ook dat spreekt over die vergankelijkheid. Dus het gaat om de verantwoordelijkheid die de mens daarvoor heeft. Dus er gaat dus een heleboel dingen gaan fout. Er zijn een heleboel nare dingen die gebeuren. Een heleboel nare omstandigheden. En het is niet Gods wil en het is niet Gods schuld. Wij mensen, als wij massaal met God zouden meewerken, zouden wij in staat zijn om die dingen te voorkomen, recht te zetten en daarmee af te rekenen. Wij mensen zijn daarvoor verantwoordelijk. Daarom zullen wij mensen in het laatste oordeel geoordeeld worden wat we daarmee gedaan hebben met die verantwoordelijkheid. En als we de dingen zouden doen samen met God, in overeenstemming met God, dan betekent het leven. Jezus zei, mijn woorden zijn geest en leven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed. Het hele principe van leven is, weet je, als je gezond bent en je lichaam is gezond en het leeft, dan herstelt het automatisch de dingen die fout gaan. Het herstelt dingen die stuk zijn, die worden gewoon... Dat vermogen tot herstel is gewoon in een goed, gezond, levend organisme gewoon aanwezig. Dat is van God daarin gelegd. En dat dat op een gegeven moment, niet meer functioneert, wil niet zeggen dat van God is of dat Gods wil is. Er zijn allerlei verschillende oorzaken. Ik heb in mijn boek heb ik op een rijtje gezet de verschillende oorzaken, bijvoorbeeld die de Bijbel geeft voor ziekte. Ik heb het met name toegespitst op ziekte, omdat een van de problemen van hoe God met dingen omgaat is dat dus dat mensen denken dat het lijden wat we in deze wereld hebben, dat dat van God komt en dat God daar dus een bepaalde bedoeling mee heeft, namelijk het zuiveren van je ziel. Dat is ook na een pauze, want het is tijd voor pauze. Verder op ingaan. En dan komt dan een probleem dat men dus denkt dat het lijden van ziekte onderdeel is van het lijden wat God heeft aangekondigd. Maar als Jezus spreekt heel duidelijk over lijden, dat het onontkoombaar is en dat als gevolg is van vervolging. En je moet heel scherp onderscheid maken tussen lijden als gevolg van ziekte en lijden als gevolg van vervolging. Jezus heeft er veel over gesproken dat het onmogelijk is in dit tijdsgewricht om vrij te blijven van vervolging. En vooral als je hem wil volgen, vooral als je Jezus wil volgen, ieder die hem wil volgen zal vervolgd worden. En vervolgd worden kan noemelijk lijden met zich meebrengen. Bezoek maar eens een keer een gebedsnacht van Open Doors. Ik weet niet of jullie dat hier hebben. Daar werken wij ook al jaren aan mee. En dan krijg je een hele goede blik op het lijden in deze wereld van mensen om de naam van Jezus. En hoe intens en verschrikkelijk dat is. Het zal je gebedsleven veranderen als je daar nog nooit geweest bent. Zeer aan te raden. Maar... als Jezus dus met vervolging geconfronteerd werd, zei hij van, nou, dat is niet mogelijk om daarvan vrij te blijven. Maar als Jezus met ziekte geconfronteerd werd, was Jezus' reactie op iedere ziekte, wanneer er maar een greintje, een mosterdzaadje geloof was, dan was het afgelopen met die ziekte. En Jezus is het volmaakte beeld, de volmaakte afspiegeling van de wil van God. Dus naar Jezus kijkend kunnen we gewoon zien dat ziekte niet van God is. Kan je een paar voorbeelden in de Bijbel terugvinden dat God iemand met ziekte geslagen heeft? Neem bijvoorbeeld Mirjam, die opstandig was naar Mozes. Maar als je dan denkt dat God een bedoeling met die ziekte heeft om daardoor je naar een hoger plan te brengen, als je de geschiedenis van Mirjam leest, dan was voor haar ziekte Mirjam een van de leiders van het volk. En na haar ziekte, ze is wel genezen na een week, maar daarna was haar rol uitgespeeld. Je hoort niets meer over Mirjam. En zo kan je ook andere personen die om een bepaalde reden door ziekte getroffen zijn door God. En waarom doet God dat dan in sommige omstandigheden? Zal ik ook na de pauze denk ik op ingaan. Moet echt. Pauze geen last van, want ik praat gewoon door tot 1 uur vandaag. Misschien is er iemand die nu in de pauze voor zichzelf een hele dringende vraag ontwikkeld heeft. Dan is dat een goed moment voordat ik weer losbrand en te starten ben. Nou ja, door wat je meemaakt in je leven, ja. Zeggen, daar word je niet door zuiverder door, ja. Hè? Maar er wordt er wel door gevormd. Dat, ja. Want alles wat je meemaakt, daar verander je wel door. Daar verander je wel door, ja. Maar de richting waarin je verandert, wordt niet bepaald door de omstandigheden, maar door dat wat binnenin jou is. Dus de vraag is, ja, maar je wordt toch wel gevormd door wat je meemaakt? Dat is waar. Maar de richting waarin je verandert, wordt niet bepaald door de omstandigheden, maar door dat wat binnenin jou is. in je eigen karakter, in je eigen geest, in je eigen denken, je eigen besluit. Nou, je ziet het verschijnselen dat kinderen die geboren worden en opgegroeid groeien in een alcoholistenfamilie, niet allemaal alcoholist worden. Dat sommigen juist zelfs helemaal anti-alcohol worden. Ze hebben dezelfde omstandigheden, maar de omstandigheden bepalen niet of zij alcoholist worden. Het is hun eigen denken binnenin hun, dat wat in het wezen van hun denken zit. Kijk, onder druk komt altijd naar boven wat er werkelijk in je leeft. Aan de buitenkant kan je heel veel dingen zeggen, maar onder druk komt als het ware naar boven wat in je hart is. Wat echt in het wezen van je denken is. En dat bepaalt uiteindelijk hoe jij met die omstandigheden omgaat. En welke keuzes je uit die omstandigheden trekt. Er zijn mensen die zeggen van ja, ik heb dit en dit meegemaakt. En juist daardoor ben ik dichter bij God gekomen. Er zijn andere mensen die hebben hetzelfde meegemaakt en hebben daardoor voorgoed God vaarwel gezegd. En de rug toegekeerd. Zie, het zijn dus uiteindelijk niet... De omstandigheden zijn wel een druk waardoor naar buiten komt wat er werkelijk binnen is. Maar uiteindelijk bepalen zij niet de vorm waarin jij je ontwikkelt. Maar ik ga er dadelijk nog verder op in wat eigenlijk Gods manier is om ons te veranderen. En dat komt er uiteindelijk op neer dat God uiteindelijk maar één manier heeft en dat is door zijn woord. En daar heb ik allerlei bijbelteksten over. Hoop dat het zo dadelijk nog wat duidelijker wordt. Maar een hele goede, belangrijke vraag. Ja, dankjewel. Nog iemand? Ik heb een mooie tekst uit Jeremia 7 vers 31. En daar spreekt God over de mensen... En ze hebben de hoogte van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben Hinnom bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden. Hetgeen ik niet geboden heb en wat in mijn hart niet is opgekomen. Dit was het vers wat mij de ogen opende, dat God niet verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt in deze wereld. God zegt hier heel duidelijk... Mensen, dat jullie dit kunnen gaan doen. Je eigen kinderen met vuur verbranden voor de afgoden, voor de demonen. Ik heb me zelfs niet kunnen voorstellen dat jullie dat gingen doen. Het is in mijn hart niet opgekomen. Ik heb het niet geboden. God heeft het niet gewild. God heeft het zelfs niet bedacht. Dat is wat hier eigenlijk staat. God is bij wijze van spreken verbaasd. Of hoe ver wij mensen kunnen gaan in het kwaad wat wij beramen. En het kwaad wat wij begaan. God is er eigenlijk verbijsterd over. Het is absoluut niet zijn wil. Het is niet zijn plan. Het is niet wat hij gekozen heeft. Het is niet wat hij bevolen heeft. Hij is niet verantwoordelijk voor alles wat er met je gebeurt. Hij is wel degene die als je op hem vertrouwt en als je op hem bouwt... En als je op hem verlaat, die in staat is om zelfs de meest vreselijke dingen die er gebeuren, er iets goeds van te maken. Om het ten goede te keren. Maar dat gaat in samenwerking met hem. Dat moet in vertrouwen op hem, in vertrouwen met hem. Ook zijn aanwijzingen, zijn opdrachten, zijn richtingen voor opvolgen. Soms moet je bepaalde dingen daarvoor doen en keuzes daarvoor maken. Hij is in staat... om alles wat de duivel of wat de mensen ook maar gebruiken tegen je, om te keren ten goede. Maar wel in een relatie met hem. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarmee verantwoordelijk is voor die omstandigheden. Dat hij de bron, dat hij de oorzaak daarvan is. In de brief van Jacobus wordt dat zo duidelijk ontkend. God brengt niemand in verzoeking en hij kan ook zelf niet verzocht worden. Ieder geschenk, iedere gave die goed is, daalt neer van de Vader van de, van de, van de lichten. Het wil niet zeggen dat we dus geen moeilijke omstandigheden hebben en geen problemen hebben. Maar die zijn uiteindelijk niet Gods schuld en niet zijn verantwoordelijkheid. Hij is de oplossing in al die dingen. Hij is degene die je daardoorheen kan helpen, kan dragen, ook wil dragen. Soms zijn er dingen in het leven die we niet kunnen veranderen. Want soms zijn er 2 of meer personen bij nodig die dat allemaal moeten willen. Maar er is veel meer wat wij kunnen dan dat wij nu denken. Maar als je denkt van ja, alles wat er gebeurt is van God, en dat zal wel op de een of andere manier wel bijdragen, dan maakt jou dat totaal passief om samen met God op te gaan treden om die situatie te veranderen. En dan zit je in wezen in Oosterse religie, dan zit je in Oosters denken. Dan is het je karma, dan is het zo beschikt, dan is het zo bepaald. Nee, er is een heleboel wat helemaal niet zo bepaald is. Ja, door mensen bepaald of door de duivel bepaald. Ja, maar wie's keuze was dat Abel moest sterven? Was dat God zijn keus? Nee, dat was Kaïn zijn keus. En God had Kaïn nog gewaarschuwd om op te passen dat hij niet op dat pad zou gaan. Is Kaïn daardoor gevormd en een beter mens geworden? Nou, totaal niet. Uiteindelijk is de hele lijn van Kaïn uitgeroeid in de zondvloed. Kaïn is daar niks beter van geworden. Nou, en zo kan je doorgaan. Wie bepaalde dat de kinderen van de Hebreeërs in de Nijl verdronken moesten worden? Was dat God of was dat de farao? Het was God niet. Wie bepaalde dat die kindertjes van 2 jaar en jonger gedood moesten worden rond Bethlehem? Was dat Gods wil? Absoluut niet. Dat was Herodes, die een instrument van de duivel was. Die probeerde, waardoor de duivel heen wilde werken om het verlossingsplan te dwarsbomen. Ja, dan staat er een opmerkelijke zin daarin. Ja. God verhardde zijn hart. Van de farao. Ja. Ja, maar als je daarvoor leest, ja, dan zie je dus dat eerst farao zelf zijn hart verhardt. En voordat God dat doet, zeg maar, ben je al een aantal stappen gegaan. En farao is natuurlijk niet zomaar iemand. Hij is echt ook een type van de Satan, een type van de duivel. Heel veel figuren die je in de Bijbel vindt zijn typologieën van een geestelijke realiteit die groter is dan die persoon zelf. En meer betekent dan alleen die persoon zelf. Dus en je ziet ook dat in de farao God oordelen over alle afgoden van Egypte uitoefent. De afgoden, wat in feite demonen zijn. Achter iedere afgod zit een demon. En via een afgod wordt een demon aanbeden. En God oordeelt die demonen zeg maar, via de farao. Dus het heeft ook wel... Hij doet het niet zomaar. Dus... Als je werkelijk in de Bijbel allerlei dingen die God doet wil verklaren, dan is het meest duidelijke als je het ziet in de lijn dat God soms keihard moet ingrijpen om het verlossingsplan veilig te stellen. Als iemand eens een keer zei, als God de zondvloed niet had gestuurd, was er geen maagd overgebleven om Jezus uitgeboren te laten worden. Op allerlei punten moet God ingrijpen en het... En zijn enige reden waarom hij het doet is het verlossingsplan. Uiteindelijk gaat het erom dat Jezus op aarde komt, dat Jezus op aarde geboren wordt, dat hij het hele werk aan het kruis door de dood, door de opstanding kan gaan voltooien. En de duivel is altijd bezig geweest om te proberen dat te verhinderen. Dat is de grote reden waarom hij altijd zo'n haat heeft tegen Israël. Want uit Israël komt de Messias voort. En hij heeft nog steeds haat tegen Israël. Waarom? Omdat zoals Israël in de plaats moest zijn, in het beloofde land, in een bepaalde geestelijke conditie voor de eerste komst van Jezus, Zo moet Israël ook weer op die plaats zijn voor de tweede komst van Jezus. De duivel is nog steeds aan het proberen om dat te verhinderen. Daarom is de hele wereld bezig haat op te wekken tegen Israël. Al die toestanden nu weer rond Songfestival, die Kuzu, de Palestijnse vlag rond ging lopen daar en er allerlei leugens over Israël ging verspreiden. Madonna die met de Palestijnse vlag gaat optreden. En, weet je, de hele wereld is bezig met een twee-staten oplossing. Waarom? Israël moet niet de Westbank in handen krijgen. Want dat is het hartland van Juda. Als ze dat in handen krijgen, is de fysieke landingsbaan voor Jezus voor zijn tweede komst is klaar. Dat zit er politiek achter. En heel veel van de dingen die je dus ziet, van veroordelen, toren van God, is allemaal, het zijn noodzakelijke stappen om het verlossingsplan veilig te stellen. De laatste keer in de Bijbel dat je ziet dat iemand nog door ziekte geslagen wordt door God, is die Herodes. Ik dacht Handelingen 13, die dan een toespraak haalt en zich arrogant optraadt en zich als een god laat vereren. En dan wordt hij door een engel geslagen en de wormen vreten hem van binnenuit op en hij valt dood neer. Nou, wat is er aan zijn karakter verbeterd? Ik vrees helemaal niks. Maar waarom moet God dat doen? God moet dat doen omdat deze Herodes op dat moment in staat is en begonnen is om de gemeente van Jezus Christus uit te roeien. Hij is begonnen met de apostel Jacobus, niet de broer van Jezus, maar de apostel van Jacobus. Die had hij al onthoofd, hij had Petrus gevangen genomen. Merkte dat de Joodse leiding dat wel allemaal aangenaam vond. En was gewoon bezig met de hele rest van de leiding gevangen te nemen en om zeep te helpen. En toen was de gemeente nog helemaal beperkt tot Jeruzalem. Hij was fysiek in staat op dat moment om de gemeente van Jezus Christus uit te roeien. Dan moet God ingrijpen om het verlossingsplan zijn gang te laten gaan. Nu is de boodschap van het evangelie zo wereldwijd verspreid, wat regeringen ook doen en wat ze ook proberen. Er is niemand die in staat is om wereldwijd de boodschap van het evangelie uit te roeien en te onderdrukken. Dus je ziet ook niet, want als God, hij kent geen aanzien des persoons, God behandelt iedereen hetzelfde. Als hij iedere regeringsleider die zich laat aanbidden als God zo zou moeten behandelen als die Herodes, nou dan vielen ze vandaag de dag met de bosjes neer, ja. De bomen opgevreten. Dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat het is uiteindelijk niet Gods wil, het is niet zijn plan, maar hij moet soms ingrijpen vanwege het verlossingsplan. Niet omdat hij het zo graag wil. Niet omdat hij zo'n hekel heeft aan mensen. Hij zegt zelf in zijn woord: het is niet mijn wil dat de zondaar sterft, maar dat hij zich bekeert en dat hij leeft. Dat is Gods wil. Dus je ziet, nou goed. Ik heb dit soort dingen allemaal in dit boek verder uitgewerkt, onderbouwd met bijbelteksten en de bronnen daarvan en dergelijke. Wat is de manier waarop God dan wel werkt? Hoe werkt God dan? Ik heb het als samengevat, maar uiteindelijk God werkt door zijn woord. De hele wereld is geschapen door het woord van God. De zon, de maan, de sterren, alles wat bestaat, alles wat adem heeft, is geschapen door het woord van God. Oftewel, er is niets krachtiger in het hele universum dan het woord van God. Waarom zou God zijn toevlucht nemen tot andere middelen als hij niks sterker heeft als het woord van God? Door het woord van God worden wij wederom geboren. Door het woord van God worden wij nieuwe scheppingen. Als je het hebt over het idee van, ja maar God gebruikt omstandigheden voor karaktervorming. Dan is ten diepste, Gods manier van werken is niet karaktervorming, het is karaktertransplantatie. Dat hij zegt, in het nieuwe verbond, ik zal jullie een nieuw hart geven Het hart van steen zal ik uit jullie halen en ik zal een hart van vlees in jullie plaatsen. En ik zal zorgen dat jullie mijn geboden en mijn wetten zullen houden en onderhouden. En aan jullie zonden en jullie overtredingen zal ik beslist niet meer denken. Hij zegt dat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Het Oude Testament, Jesaja, Ezechiël. Maar het zijn dus omstandigheden die openbaren wat er in je hart is. Maar om werkelijk je hart te veranderen, om je hart wezenlijk anders te maken, heb je de wedergeboorte nodig. En daar is het hele werk van God, het hele plan van God is daarop gebaseerd. Om mensen tot wedergeboorte te brengen. En op het moment dat mensen tot wedergeboorte gebracht zijn, dan heeft God mensen waar die ze willen hebben. En dan kunnen mensen vanuit die wedergeboren geest gaan leren, met hem meewerken, zijn plan uit te voeren, te gaan wandelen in de werken die God al voor de grondlegging van de wereld voorbereid heeft, om daarin te gaan functioneren. Vanuit een wedergeboren persoon, vanuit een wedergeboren geest. Maar het gaat in eerste instantie om die wedergeboorte. Wat bij de wedergeboorte plaatsvindt, nou, daar ben ik vorige week of 2 weken geleden uitgebreid op ingegaan. En dat is de herschepping in je geest, in beeld en gelijkenis van God zijnde. Dat maak je dus niet tot God, moet even dat onderscheid heel scherp te houden. Maar het betekent dat in je geest je hetzelfde denkt als God, hetzelfde wil als God, hetzelfde vindt als God, hetzelfde plannen hebt als God. He, waar Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn apostelen, ik noem jullie niet langer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Nee, ik noem jullie vrienden, omdat jullie alles geopenbaard is. Ja, wat de wil van God is. He, dus de kinderen van God, en dat is waarom de schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. De kinderen van God denken als God, de kinderen van God spreken als God, de kinderen van God willen als God, functioneren, handelen. De hele schepping zit op dat soort mensen te wachten. Mag ik daar nog iets over vragen? Ja. Kun je misschien toelichten hoe dat dan zit, dat als je opnieuw geboren bent in je geest, ja, en hetzelfde gaat denken als God, ja, dat er, wat zou ons helpen, zeg maar, waarin we als christenen van elkaar zo gigantisch kunnen verschillen in denken, dat kan dus eigenlijk niet kloppen, denk ik zelf, omdat je als allemaal ook als God moet gaan leren denken. En ergens is daar dus iets voor nodig. Dat inzicht van die geest. Wat kan ons daarin helpen als je merkt inderdaad dat dus helemaal nog niet zo op één lijn met God zit? Ja, nou, op de eerste plaats is er altijd ruimte voor verschillen van inzichten. Binnen het koninkrijk heeft het soms ook te maken met verschillen van roeping en functionaliteit. Zoals Paulus in de Romeinenbrief 1 Korinthe 12 uitlegt. En we zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam, maar we zijn heel verschillend. De ene is een voet, de andere is een hand, de andere is een oog. Dan zit je ook anders in elkaar, dan functioneer je ook anders. Hè? Dus er is altijd een ruimte voor onderlinge verschillen. Alleen die zouden dus niet elkaar moeten tegenspreken en tegenwerken. Nee, die zouden elkaar moeten aanvullen, elkaar moeten helpen. Dat is soms heel lastig. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat het dus, dat is die twee dingen, die basis waar ik het nu over heb, door de Griekse filosofie, dat Griekse wereldse denken wat in het christendom binnengekomen is, waardoor de grote verwarring ontstaat. Waardoor het gewoon onduidelijk is waar het nou eigenlijk om gaat, hoe God functioneert, hoe de dingen van God functioneren. En naarmate je dat Griekse denken gaat herkennen en gaat ontmaskeren en gaat snappen dat de Bijbel anders werkt, denk ik dat er gewoon meer helderheid over komt. Hoe de dingen werken en hoe het functioneert. Dus het begint al met van ja, als het alleen maar gaat of als ik maar in de hemel kom, ja, dan snap je al het evangelie eigenlijk niet. Als je denkt van ja, maar alles wat er gebeurt is Gods wil, dan snap je ook helemaal je eigen verantwoordelijkheid daarin niet. En daar gaan ze maar door. Het zijn juist deze twee kerngedachten die volgens mij de verwarring veroorzaken. En de hele wereld is daarin doordrenkt. De hele wereld denkt zo. De hele wereld denkt in omstandigheden. En als ik de omstandigheden maar aanpas, dan wordt het... Hè? Mensen moeten kansen krijgen. Nou, ik heb 11 jaar bij de sociale dienst gewerkt. Er zijn heel veel mensen die hebben alle kansen gehad, maar ze grijpen ze gewoon niet. Ze gebruiken de kansen niet die er zijn. En ik ken mensen die, want ik zeg nou kansloos, totaal geen kans. Maar ze vandaan aan, dat weet ik niet, maar ze creëren die kansen in het leven. Dus, maar alles wordt geredeneerd vanuit omstandigheden, omstandigheden, omstandigheden. Wat bepaalt wat en wie en hoe ver je kan komen? Nee, God zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar wij zitten nog steeds, ja, maar onder die omstandigheden kan het toch niet mogelijk zijn dat dit of dat of dat. Nee, God zegt, alles is mogelijk. Als je maar het punt is, kan je het geloven. Maar als je denkt, ja, het gaat er toch maar om of ik later in de hemel kom. Ja, en je verzet je niet. Je ziet niet dat jij het recht en de opdracht hebt om vanuit God omstandigheden te veranderen naar de wil van God. Dan word je passief. En dan geef je je over aan die dingen. Zoals Jan Zijlstra altijd zegt van, als jij niet tegen de omstandigheden spreekt, spreken de omstandigheden tegen jou. En dat vind ik een waarheid als een koe. Om het even zo te zeggen. Maar wij zijn door die Griekse filosofie worden wij zo passief gemaakt. En wordt onze hele focus op van, nou ja, als ik het maar kan aanvaarden. Als ik het maar kan verdragen. Als ik er maar mee weet om te gaan. He, en dan zie je ook in programma's ook van de EO allemaal voorbeelden van mensen, ja, verschrikkelijk leed gehad. Ja, dat is heel erg voor die mensen, maar ja, wat is nou het goede voorbeeld? Ja, ze zijn er zo goed mee omgegaan. Met andere woorden, ze hebben het aanvaard. Maar ze hebben niet met behulp van het woord van God gevochten tot het uiterste. Er zijn mensen die sterven gewoon onnodig, omdat het lichaam van Christus niet tot het uiterste vecht tegen die dingen die mensen ziek maken en ziek houden en het opgeeft en maar aanvaardt. Maar dat doet men door de Griekse filosofie, die de mensen passief maakt. En echt de gemiddelde boeddhist denkt hetzelfde over de omstandigheden en wat er in het leven gebeurt. Er is echt soms heel weinig verschil tussen. Geef de christenen niet de kost die dan maar een boeddha-beeldje van de Xenos op geschorst en mantel zetten. Omdat het zo'n serene indruk maakt. Omdat het verschil nauwelijks aan te tonen is tussen de manier van denken. Maar wij zijn geroepen, wij zijn geschapen om te heersen over deze aarde. Nou, en als je het scheppingsverhaal leest, dan werd het lichaam van Adam gevormd uit de aarde. Dus wat is het eerste stukje aarde waar jij heerschappij over uit moet oefenen? Dat is je eigen lichaam. Maar bijna geen christen doet dat. Je weet niet hoe je het moet doen. We geven maar, ja, ik voel dit, dus ja, dan zal ik wel dat hebben. Ik ervaar, ja, dan, dokter, waar komt het vandaan? Wat is de oorzaak? Nee, ik voel dit en het moet er gewoon niet zijn. Ik accepteer gewoon niet dat dit er is. Soms moet je daar eens heel boos over kunnen worden. Dat is de functie van goddelijke woede. Hè? Nou, als het gaat over de houding tegenover ziekte, dan heb je dus niks aan aardig zijn. Nee, als het gaat om de onderlinge relaties met elkaar, ander verhaal. Wij vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden van deze machten. Maar er zijn omstandigheden, dan, ja, dan moet je, niet tegen mensen gericht, nee, tegen de zonde gericht, tegen de duivel gericht en tegen alle effecten van de zonde en van de duivel. Ziekte is van de duivel en niet van God. Wat heeft Jezus bewezen? Doordat hij rondging, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd werden. Handelingen 10, vers 38. Hij is de volmaakte afspiegeling van God. Ik doe niks anders dan wat ik de Vader zie doen. Nou, 17 keren in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, dat Jezus iedereen genas die bij hem was. Zonder enige uitzondering, zonder enige vraag te stellen, zonder enige voorwaarden. Hij geneest 10 melaatsen. Er komt er maar 1 terug om hem eer te bewijzen. Maar dat wil niet zeggen dat ik, ja, die andere 10, die maak ik wel weer even ziek, want die hebben hun lesje nog niet geleerd. Nee. Zo werkt Jezus niet. Als Jezus zo niet werkt, werkt God ook zo niet. Hij is de volmaakte afspiegeling van de Vader. Maar er zijn een heleboel omstandigheden, ja. Die zijn er. Maar hoe gaan we daarmee om? En daar moeten we mee omgaan door de omstandigheden te onderwerpen aan het woord van God. Want het is uiteindelijk het woord waar hij mee werkt. Je hebt het verhaal van Lazarus en de rijke man, hè? De gelijkenis die Jezus in de Bijbel geeft. Er was een rijke man en die had het hartstikke goed en zo. En aan zijn poort zat een arme bedelaar. Daarvan kennen we wel de naam, van die rijke man niet. Die man die heette Lazarus. Nou, ze stierven allebei. En Lazarus werd door de engelen weggedragen in de schoot van Abraham, heette dat dan. En de rijke man ging naar de plaats van kwelling en van pijniging. En die ziet dan in de verte Lazarus het goed hebben in de schoot van Abraham. En zelf leidt hij onder de kwelling. In het dodenrijk is dat dan, hè? De beschrijving van hoe het dodenrijk op dat moment eruit ziet. Is nog niet de hel, hè? En dan roept hij naar Abraham van, ja, stuur dan toch Lazarus naar mijn familie, naar mijn broers, om ze te waarschuwen dat ze niet ook in deze plaats terechtkomen. En dan zegt Abraham, ze hebben Mozes. Als ze naar hem niet luisteren, dan zullen ze zelf ook niet luisteren als iemand uit de dood opstaat en voor ze verschijnt. En verwijzing naar Mozes is natuurlijk een verwijzing naar het Oude Testament, naar de Bijbel. Dus ze hebben het woord van God. Als ze naar het woord van God niet luisteren, zelfs al krijgen ze een verschijning van iemand die uit de dood opstaat, dan nog zullen ze niet veranderen. Maar goed, Jezus vertelt dus van, als mensen dus niet naar het woord luisteren, als mensen niet ontvankelijk zijn voor het woord van God, is er niets, er zijn geen omstandigheden die deze mensen kunnen veranderen. Dat is eigenlijk ook zijn bedoeling met de gelijkenis van de zaaier en het zaad. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. De zaaier ging uit om te zaaien en een deel viel op harde grond en een deel viel op oppervlakkige grond en een deel viel tussen de dorens en de distels en één deel viel op goede aarde. En dan zegt hij, en dan gaat hij hem uitleggen, die gelijkenis, en zegt hij, ja, dat zaad, dat is het woord van God. En of het vrucht gaat dragen of niet, is afhankelijk van de ontvankelijkheid van de aarde waarin het valt. Het woord van God is voor iedereen hetzelfde. Het woord van God bevat voor iedereen dezelfde kracht. Het woord van God bevat voor iedereen alles wat het woord van God voor iedereen en alles kan en wil doen. Maar het is onze manier van ontvangen, onze ontvankelijkheid ervoor, die bepaalt of het vrucht gaat dragen in ons leven, ja of nee. En Petrus spreekt erover dat we zijn wederom geboren door het onvergankelijke zaad van het woord van God. Dus als je dat over wat verandert jou, wat doet een wezenlijke transformatie in jou plaatsvinden, dat is het woord van God. Het is het woord van God dat mij uiteindelijk gemaakt heeft van een extremistische linkse communist en atheïst en Okkelvist en al die andere isten. In een wederom geboren gelovige christen. Nou, als je dat echt nog een half jaar van tevoren tegen mij gezegd had, was echt wel ongeveer het laatste wat ik dacht wat in mijn leven zou plaatsvinden. Maar het is het woord van God dat het gedaan heeft. En ik weet, er is een moment geweest dat ik de Bijbel heb aangenomen als... Oké, ik geloof dat dit het woord van God is. En dat is het keerpunt geweest. Ik zat in een hele occulte groep op de Filipijnen. En we hadden dus discussie of de Bijbel nu het woord van God is, ja of nee. En ik was de enige in die groep die de Bijbel aannam als het woord van God. Ik ben de enige die daar wederom geboren is. Het is je openheid, je ontvankelijkheid voor het woord van God. Die verandert dingen. Niet de omstandigheden. Maar het is Griekse filosofie die zegt, ja, al die ervaringen, die veranderen. Ja. Nogmaals, het kan een trigger tot verandering zijn. Het kan een aanleiding tot verandering zijn. Maar welke kant het op verandert, hangt af van wat binnenin jou is. Dat bepaalt welke kant het op gaat. Een praktische vraag. Misschien is er een open deur die al open staat, maar wat is dan in jouw idee de bottom line van wat je persoonlijk zou kunnen, of misschien zelfs moeten doen? Of wat je als kerkelijke gemeenschap kan doen om dit handen en voeten te geven? Die verantwoordelijkheid die onderstreept elke keer. Ja, Jezus zei, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en leer en onderhouden alles wat ik u geboden heb. In Mattheüs 28. En dan ga je dus opzoeken, wat heeft Jezus allemaal aan de apostelen geboden? En dan ga je die dingen doen. Verkondig het evangelie, genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, drijf demonen uit. Dat is eigenlijk de opdracht die we hebben. Heb elkaar nog lief. Dat is ook een belangrijke opdracht. Die is wel makkelijk. Nou, de praktijk heeft dan ook wel zo'n uitdaging. Nou, laat ik het zo zeggen. Die andere die kom je niet tegen in de beleidsplannen van 9 van de 10 kerken in ons land. Nee, dat is een beetje jammer. Maar het staat wel in het beleidsplan van Jezus. Dus toch tijd dat het daarin opgenomen wordt. Ja, dat vind ik dus de waarde van zo iemand als broeder Jan Zijlstra. Die heeft toch wel in een aantal jaren van zijn bediening Nederland een beetje opengebroken voor het idee dat genezing toch ook wel van God zou kunnen zijn. Terwijl de algemene tenor daarvoor was dat genezing zo ongeveer van de duivel was. Boven natuurlijke genezing dan. Dat is volgens mij in het kerkelijk landschap van Nederland wel veranderd. Mede door zijn bediening. Dus dat... er zijn dingen aan het schuiven. Prijs de Heer, halleluja. Ik ken PKN-jongens die uitgaan en de zieken genezen. En, is werk door alle gemeenten. Ja, er is van alles aan de hand. Overal, er is van alles gaande. Ja. Ik ben wat dat betreft... heel optimistisch over de kerk van Jezus Christus in Nederland. Ik heb daar afgelopen zomer ook weer een profetie over gehad, die ik dan zelf kreeg. En die heb ik weer getoetst aan een andere man in Nederland, die ik echt als profeet herken. En die had exact hetzelfde. Er gaat iets gebeuren en... Als de heilige, er zijn zoveel mensen van wat we de traditionele kerk noemen. Nou, wij charismatici hebben dan de neiging daar al een beetje op afgeschreven neer te kijken. En van nee, Gods geest gaat daar werken. En daar is dan zoveel kennis van het woord. Er is zoveel inzicht in het woord, in die gemeentes, in die kerken. En als de Heilige Geest erin komt, nou, dan gaat het gebeuren. Ik krijg helemaal kippenvel als ik het vertel. Ja, zeg dan... Mag ik nog wat vragen? Een kennis die beweert dat Jezus snel op aarde terugkomt. Ja, dat geloof ik ook. Alleen, er moeten nog wat dingen voor gebeuren, dat is mijn overtuiging. Maar, zoals ik al eerder zei, van Israël is daar de sleutel in. Voor de eerste komst van Jezus. Als je de Bijbel leest, dan zie je de strijd van, komt Israël nou in het beloofde land, ja of nee? En blijven ze daar? En door afgoderij, door allerlei dingen van de duivel, wordt Israël tot afgoderij gebracht. Met het gevolg dat ze weer dat land uit in ballingschap gaan. God brengt ze weer terug. Uiteindelijk, dat is waar de strijd. Israël moet daar zijn, op die plaats, zodat de Messias daar kan komen. Dat geldt voor zijn eerste komst en dat is mijn overtuiging ook voor zijn tweede komst. Als je Zacharia leest, van hij zal zijn voeten op de olijfberg zetten. Die olijfberg zal in tweeën splitsen. Maar er moeten nog wat stappen in het land Israël, naar mijn overtuiging, plaatsvinden. Plus dat Jezus heeft gezegd in Mattheüs 24 en zo, van dit evangelie zal tot alle uiteinden van de wereld verkondigd worden. En dan zal het einde komen. Ook daar wordt keihard wereldwijd aan gewerkt. Omdat ieder volk, iedere natie zal de gelegenheid krijgen het evangelie aan te nemen of te verwerpen. En dat is... Nou, wij kennen bedieningen die zijn, waar we hier in Nederland zo goed als niks van af weten, maar die zijn zo groot en die zijn zo wereldwijd, uit Afrika, uit Azië. Er is een bediening in Afrika waarvan het onderwijs in 168 talen vertaald wordt iedere maand. Waarin de studieboekjes die ze daarvoor gebruiken op dit moment in 1 miljard exemplaren over de wereld verspreid worden. Weet je hoeveel gedeelte van de wereldbevolking dat is? Wat hebben we op dit moment? 17 miljard of zo? Nee, 8. Minder dan 10 dus. Minder dan 10. Nee, 7. 7 miljard. 7. Nou, dus betekent dat op dit moment al 1 op de 7 mensen van de wereld daarmee bereikt wordt. Dat weten wij hier niet. Nee. Dat gaat voorkomen buiten ons Nederlandje en onze enorme Amerikaanse en op Amerika gefocuste belangstelling om. Maar vanuit Afrika, Azië, China gebeuren dingen onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Wat voor niveau. Die Afrikanen die trainen mensen in Noord-Korea, die trainen mensen in Saoedi-Arabië, die trainen mensen in Jemen, die trainen mensen in Pakistan en landen waarvan je denkt van daar kan je als christen gewoon niet leven en niet functioneren. Die leiden daar mensen op. Dat gebeurt nu op dit moment. En het gebeurt massaal. Echt met aantallen. Daar worden kerken gebouwd. De bediening waar wij dan een beetje bij aangesloten zijn, die zijn nu bezig met een samenkomstzaal in Lagos te bouwen voor 400.000 mensen. Per samenkomst. Maar dat is maar de op 4 na grootste in Lagos. Dat is dan in Nederland aan het werk te doen. Hè? Dus in Nederland om nog een werk te doen. Ja, ja, zeker. Ja, maar echt, er zijn dingen gaande en dan roepen ze, ja, de kerken worden minder en dergelijke. Nee, er springt overal links en rechts springen dingen op en zijn dingen aan het bewegend gebeuren die alleen dan gewoon niet geteld worden. Omdat dat gewoon ook in de tendens van het journaal niet zo uitkomt. Maar nee, ik ben heel optimistisch. Dat punt. En we blijven gewoon bij het woord en we blijven bij het woord onderzoeken en het woord zal het openbaren en de Heilige Geest zal het woord openbaren. Nou, dat maken. Ja. Prijs de Heer. Dankjewel Jan. Misschien wil je ook wel een afsluitende zeggen of gebed of zo uitdelen voor de aanwezigen en voor onze kerk in Zwijndrecht. Dat is goed. En dan leest Loes denk ik zo nog ook een minuut, hè? Nou, Vader in de hemel, we danken u dat uw woord onwankelbaar is. We danken u dat uw woord vaststaat, voor eeuwig en voor altijd. Uw woord is de garantie voor ons eeuwige leven Uw woord is de garantie voor onze redding, voor ons behoud, op alle punten. Dank u, Heer, dat u uw woord gegeven heeft. Dank u ook, Heer, voor het feit dat we vrij in dit land ook vrije toegang tot uw woord hebben. Heer, dank u ook dat u de Heilige Geest gegeven heeft om de waarheid van uw woord ook aan ons uit te leggen en te openbaren. En dank u wel, Heer, dat we hebben allerlei dingen besproken en allerlei dingen benoemd. Vader, laat wat van u is, laat dat blijven hangen. En alles wat niet van u is, laat dat verdwijnen uit onze herinnering en uit onze gedachten. Heer, dat we meer en meer gefocust zijn op de waarheid van uw woord. Heer, uw woord is in staat om ons allemaal te veranderen, allemaal te transformeren, ons allemaal geschikt te maken voor het koninkrijk en ook voor de bediening die u voor ieder en elk van ons heeft. Dank u, Heer, dat u in staat en met machten bent om ons in die bediening te brengen en te houden en te zorgen dat wij het werk waar u ons voor geroepen heeft, zullen volbrengen en zullen voltooien. Dank u, Heer, dat we daarin volkomen op u mogen vertrouwen. U bent de auteur en de voleinder van ons geloof. U bent voor ons, u bent niet tegen ons, u leidt ons, u zalft ons, u zegent ons. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel, Heer, dat ik de kerken en de gemeentes waar iedereen huis en thuis is, dat ik die ook mag zegenen in de naam van Jezus. Heer, dat wat vandaag gesproken is, dat het ook niet aanleiding zal zijn tot conflicten en twisten en tegenstellingen en dat soort zaken, Heer. Maar dat met alle wijsheid en inzicht en mee omgegaan zal worden om mensen werkelijk te brengen daar waar u ze hebben wilt. Dank u, Heer, dat u het gaat doen, dat u het zult doen. En dank u wel gewoon dat u gewoon een fantastische, geweldige, goede God bent. En blijft en altijd zult zijn. Amen. Heart.